Goedemorgen lieve mensen, dit is Lumeria met een positief bericht van vrijdag 29 april. Het is een 75-12-3 dag. Dat betekent dat we mooie gesprekken kunnen voeren, creatief bezig kunnen zijn. Ik ga vandaag ook weer hele mooie filmpjes maken, dus ik ga ook creatief bezig zijn. Deze filmpjes heb ik op maandag al opgenomen, dus daarom zie ik er in de nieuwe maand helemaal anders uit. Nou ja, weet ik niet. Ik heb natuurlijk niet een nieuw bril, hè? Een nieuw gezichtje niet, maar wel nieuw haar. 12-3. Wel een 29 dag, dus het is wel de invloed. De eerste insteek is, lastig. Je moet eventjes ergens doorheen en daarna wordt het beter. Goed, we gaan kijken wat de tarotkaart voor deze dag is. De magier. Je hebt alle gereedschappen die je nodig hebt. Alles is voor elkaar. Maar nu moet je nog de vaardigheden hebben om al deze gereedschappen te gebruiken. En die worden op je pad gebracht. Dus sta open voor al die nieuwe mooie energieën. Voor het weekend, 30 april en 1 mei ga ik speciale filmpjes maken. Nou, ik wens jullie een hele mooie dag. Kort filmpje. Ik ga in de komende maand ga ik dit kaartenset gebruiken. Elke dag een kaart met een dier. Zal ik jullie even laten zien. Het is echt... Oh, het zit ook in een prachtig doosje. De bovenste pak ik even. De Havik. Laat Spirit je gids zijn. En dan zit er een boekje bij. En dan kan je het een of het ander, de boodschap, en daar haal ik dan een paar zinsneden uit. Zeker als ik het dier niet ken, maar ik voel altijd, dat doe ik met alles, met alle kaarten. Ik voel altijd, ik kijk naar de kaart en ik voel en ik laat de Havik in dit geval ook mij vertellen, wat wil jij aan mij kwijt? Ik heb jou getrokken vandaag. De Havik vliegt niet, hij is in rust, hij staat er. Maar wel oplettend. Hij is heel oplettend. Hij kijkt ook naar de linkerkant. Daar kijkt hij dan ook. Als ik zo kijk, dan kijkt hij naar... Ja, want ik zie hem zo. Ik laat hem jullie zo zien. Maar als ik hem zo zie, dan kijkt hij naar de rechterkant. Zo, als ik hem naar jullie doe. Ja, zo moet ik hem zien. Het is een 18 nummer. Dus 18-9, voltooiing. En hij kijkt naar de toekomst. En ik begrijp hem nu. Ik zal jullie vertellen, deze had mijn man getrokken. En soms kan een boekje heel veel wijsheid geven, maar soms zijn het ook de omstandigheden. En deze was vrijdag al getrokken. En nu, daarom is het ook zo belangrijk dat je soms even een kaart even ergens neerzet. Niet elke dag een nieuwe, maar gewoon even neerzetten van zo'n kaart. Omdat pas dagen later het kwartje kan vallen. En ik kijk er nu naar. En deze Havik, die trekt mijn man. Eigenlijk is mijn man de Havik, die hier staat. Laat Spirit je gids zijn. En de Havik, mijn man, die hoeft alleen maar te observeren en te kijken. En op het moment dat het nodig is, kan hij ingrijpen. Dat is het enige wat hij hoeft te doen. Hem straks vertellen. Dat is wel ja. Ik wens jullie een mooie dag. Trek ook een mooie kaart. Deze week, of het is al gelukt, zal ik voor de VIP's ook even een kaart trekken op de VIP Telegram groep. Ben je daar nog niet lid van als VIP? Dan mij even een privéberichtje doen en dan maak ik je lid. Dag lieve mensen.